Women, they'll tell you that they want an equal. They don't want an equal, guys. They want a superior. Why are these women unhappy? Because no one's leading them. No fathers, no men of no backbone, no man they respect. Als we de mannen onderdrukken, als we tegen de mannen zeggen je masculiniteit is slecht. Deze influencers bespreken niet alleen hoe je een sterke man wordt, maar ook wat de man zou verzwakken. Het feminisme. Feminism as a whole demonizes men. I don't endorse feminism because it turns females into inferior males. En de transgendergemeenschap. Transsexual movement, I think a large part of it is a deliberate attack on us. Het is een complete waanzin. The woke left are full of hate. In hoeverre vormen deze boodschappen een gevaar voor de rechten van vrouwen en transgenders? Ook wordt het wat ons betreft onmogelijk voor minderjarigen om geslachtsveranderingsoperaties te ondergaan. A woman is always submitting to a man. Keep her ass at home, doing good things and being loyal. En waarom moeten we, om die rechten te beschermen, juist meer aandacht besteden aan de problemen van jongens en mannen? The only thing I can do is to encourage you to put on some size in the gym and to start training, to start learning how to fight. Wordt elke keer nageroepen, gewoon op de manier van hoe ik eruit zie of hoe ik ben of wat ik zeg. Wordt daar altijd kritiek op geleverd? Die vlaggen zoals die daar hangen, dat is een issue hè, vandaag. Ja, dat is het grote probleem. De woke-beweging en hoe het allemaal door de strot wordt gedouwd. Dus dan de vlaggen, de bankjes, de zebrapaden, dat soort dingen. Shay demonstreert vandaag met diens community tegen een betoging van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie, de NVU. Stop de woke propaganda. Ik hoef jullie niet te vertellen dat op een gegeven moment ons land, ons vaderland in gevaar is. Die hebben hier in Arnhem een actie aangekondigd tegen onder andere woke. Ik ben zelf transfeminien. Dat betekent dat ik als mannelijk persoon ben geboren en dan naar het vrouwelijke kant van het genderspectrum ben getransitioneerd. En ja, dat ligt natuurlijk daarom wel best wel close, want heel veel van de mensen die dit soort haat spuwen gaan juist op mij af. Op mijn bestaan af, op mijn rechten af en op mijn medische transitie af, die juist voor mij zo belangrijk is. Hebben jullie bij enige kans een extra vlagstok over? Want ik heb een transvlag bij, maar ik heb geen vlagstok. Anders alleen je maar stok even. Hoeft niet hoor. Nee? Het is tegen demo tegen hun, dus tegen hun demonstratie en hun demonstreert tegen het woke. Wij vinden mensen die LHBT zijn, mogen gewoon bestaan. Dat is niet zo heel radicaal op zich. En ja, daar demonstreren we nu voor. Een diversiteitsdemo. We vieren dat we queer mogen zijn. Nooit meer fascisme! Doe niet! Doe niet! Nooit meer fascisme! Shay ziet verbanden tussen de anti-woke-activisten zoals hier van de NVU en influencers in de Menno-sfeer. The woke left are the most hateful, divisive, intolerant people. Als we bijvoorbeeld de woke mensen pakken, die hebben een bepaalde mening over iets. En die zijn daar zo stellig in en die kunnen ook niet de middenweg vinden. Je ziet de gemiddelde persoonlijkheidsprofiel op links. If you chop off your genitals, take a whole bunch of chemicals as a teenager, you are going to be miserable for the rest of your life. Hoe kijk jij naar mensen als Andrew Tate? Ik vind hem gewoon een gevaar voor de samenleving. Het is steeds vaker dat ik ook gewoon weet waar die ideeën en zo vandaan komen. Want je kan gewoon meteen zien aan iemand of die een beetje naar Andrew Tate of zo kijkt. Gewoon op manier waarop hij zich wil presenteren, hoe hij gaat praten. I feel sorry for anyone who's fallen for that. Because they're never going to be what they want to be. It's just like the worst possible existence. I just can't think of anything possibly worse. Jij bent natuurlijk ook geboren als man. Nee. Begrijp jij ergens die aantrekkingskracht die zo iemand als Tate heeft? Ja, absoluut. Het pakt juist de zwakke mensen op die niet zich helemaal vol voelen. This is Andrew Tate, arguably the most important internet influencer of recent years. Richard Reeves is directeur van het Amerikaanse Instituut voor Jongens en Mannen. Hij geeft hier in Oslo een presentatie over de problemen waar zij tegenaan lopen. Reeves komt in zijn onderzoek veel Tate-fans tegen. When you talked about Andrew Tate, you kind of portrayed him as a fully like bad person, like everything he does is like not right. Quite a lot of what Andrew Tate says is good advice.
he wouldn't be getting the audience he's getting if everything he said was just straightforward misogyny, right? But some of it, I'm afraid, is. And so what he does what a lot of those successful influencers do. They say some stuff that's true. Men are in trouble. Reeves krijgt regelmatig de vraag waarom hij focust op jongens en mannen. Boys and men? Seriously? Have you not seen all these issues for women and girls? There's still a big gender gap in pay. And so a big test is going to say that two things can be true at the same time, and that to care about one of those things does not mean that we have to stop caring about the other things. So I'm going to go through some facts now. This is a very troubling and dark fact, which is that the biggest risk factor for losing your life to suicide is being male. Ook op andere terreinen blijkt dat jongens het moeilijker hebben. Zoals in het onderwijs, waar in de jaren 70 jongens vaker afstudeerden, studeren nu meisjes veel vaker af. The reason why there's such a big gap in colleges is because there's such a big gap in our high schools. Hoewel de cijfers niet overal hetzelfde zijn, zien we in alle westerse landen dezelfde trend. In het geval van Nederland bijvoorbeeld is er een kloof in de leesprestaties tussen jongens en meisjes. Jongens vallen ook bij ons vaker uit op school. Ook hier in Noorwegen is dat een probleem. You must, in order to work in this field, at least I've felt that you have to have the sense of urgency that I think is needed, because I actually think this is urgent. Camilla Stoltenberg is directeur-generaal van het Nationale Gezondheidsinstituut in Noorwegen. Het valt haar al jaren op dat jongens het slechter doen op school dan meisjes. Al in 2017 trekt ze hierover aan de bel. I had gotten obsessed with what is actually happening and why doesn't anyone care. I think it's one of the major challenges in our societies that we need to do something about, because it's also so important for inequality in general. Jongens en mannen die tegen problemen aanlopen zouden zich aangetrokken voelen tot influencers als Tate. Want Tate benoemt wat er mis is. Men make up 50% of the population, but 80% of suicides. This goes on and on in any way you could possibly measure. Why can't you just accept us as human and give us some sympathy or give a shit about us for 5 minutes? He's captured this audience because when he says this, he sounds plausible. And then he says, and you know what? It's because of feminism. It's because of the women's movement. It's because the government hates you and you should be a real man again. And let's get back to the old days where women knew their place and stayed in the home. So he takes something that's true, something that's half true, and turns it into something wrong and then something dangerous. Do I have thoughts and opinions and a job? Yeah, shut the fuck up. Have kids, sit at home, be quiet, make coffee. People fear the idea of a man manipulating a woman like you're gonna lead her down a bad path. But really, all you're gonna try and do is keep her out of the clubs. Mm. Keep her from being a hoe. Mm. Keep her ass at home, doing good things and being loyal. Don't be afraid of manipulation, because someone's gonna do it. Andrew Tate, heeft het netto positief bijgedragen aan de maatschappij, ja of nee? Ja, 100%. Zeker weten. Vooral omdat onze maatschappij zo extreem links en woke is op dit moment. Ook Nederlandse influencers bespreken problemen waar jongens en mannen mee worstelen. Zoals Tibor Olgers, die een andere toon heeft dan Tate, maar wel dezelfde onderwerpen aankaart. Hij doet dat niet alleen online, maar ook op events. Eén event, daar ben ik een heel groot fan van. Hard Times Unite Strong Men. And do it. Personal trainer Dolph vindt gelijkgestemde bij Hard Times Unite Strong Men. Mannen die met allemaal hetzelfde idee van oké, we hebben in de wereld veel zwakke mannen, we moeten meer mannen, we willen weer sterkere mannen worden. Bij Hard Times Unite Strong Men wordt voor een paar honderd euro met dit soort zware fysieke training je kracht op de proef gesteld. En je krijgt les over praktische zaken zoals geld en mentale weerbaarheid. Nou, je loopt sowieso naar het oude kruidmunitiedepot van waar al die munitie werd gemaakt in Zaandam. Dat is sowieso een terreinetje van even een vibe, zeg maar.
een gegeven moment komt gewoon een lijkwagen aanrijden. Het is van, oké. Dat is ook een onderdeel van het programma. Dat is ook een workshop met je eigen dood confronteren. Dus daar was die lijkwagen ook onderdeel van. Jeroen doet samen met ruim 600 andere mannen mee aan zo'n dag van Hard Times Unite Strong Men. Hoe ik bij Hard Times Unite Strong Men ben gekomen, is eigenlijk aan de hand van Tibor Olgers. Ik was sowieso heel erg met dit onderwerp bezig, mannelijkheid. We hebben strongman gedaan, dus zware kettingen, verslepen, dat soort dingen. We hebben ook nog een stukje combat gedaan. Letterlijk elkaar aanvallen om de bokshandschoenen. Het was een stukje survival. Dus wat ga je doen in een crisissituatie? Je krijgt les van verschillende mentoren en verschillende dingen. In de vorm van financieel, in de vorm van het zorgen voor jezelf en voor een gezin erin. Dus van het alle uiteenlopende zaken worden besproken daar. En dat is echt wel heel goed. En er is competitie onderling. Dus je wilt met elkaar wil je iets bereiken. Je wilt samen elkaar pushen en naar de top. Maar als je tegen elkaar moet vechten, wil je ook elkaars kop eraf rukken. En dat is goed. Maar aan het begin en aan het eind heb je wel een introductie en natuurlijk een outro. En daar wordt wel eigenlijk een heel groot algemeen beeld geschept van de huidige situatie. Hoe het nu met de man gaat. Dus er gaan 7 mannen uit deze groep bewijzen van die kunnen nu zelfmoord plegen binnen 10 jaar. Dat kwam al voor binnen in de hele zaal. 7 mannen die in deze zaal zitten, zullen hun eigen leven nog ontnemen. Het is natuurlijk een enorme manier om bounding te creëren, om mensen te mobiliseren, maar ook om enorme impact te hebben op mensen. Als je gewoon een lezing geeft, dan is de heel vrijblijvend. Hè? Maar op het moment dat je lezingen geeft, nadat je eerst een groep gemaakt hebt van mensen, dat je een wil ook half gebroken hebt, hè, dat je ze tot het uiterste gedreven hebt, hè, dan is er ook heel weinig weerstand tegen die nieuwe ideeën. Aan het eind kwam Tibor op en dan merk je dat die zaal echt extra dimensie krijgt. Na duisternis komt licht, maar na licht komt ook weer duisternis. En dan is het een vraag, is er voldoende licht? 3, 2, 1... Ja! 3, 2, 1... Ja! Hier hebben we de hele dag op gewacht, zeg maar. Oorverdovende stilte. Oorverdovende stilte en iedereen zit op het puntje van een stoel. En iedereen heeft, je voelt aan de hele zaal van, oké, wacht even, deze man weet veel. Dus iedereen is stil, iedereen is alleen ding aan het doen als sponsor. Iedereen wil alles opnemen wat hij zegt. Zijn we nog een stukje verder naar binnen? Kom maar, strekken. Hop, goed. Tibor bespreekt ook wat de oorzaken zijn van de moeilijkheden waar mannen mee worstelen. Als je dus zorgt dat alles grijs en genderloos wordt, dan verdwijnt dus elke vorm van flow, elke vorm van stroming die verdwijnt, krijg je allemaal ontkoppelde individuen. Want een geloofloze, grijze, genderloze massa die volgt zo lekker. En dat is wel ook een stukje aan het misgaan erin. Ik denk dat het stukje genderneutraal ook wel een flinke paplepel in heeft te zeggen. Dat we alles tegenwoordig genderneutraal willen hebben. En je kan er geen grijze massa van maken. Ik zie een nieuwe generatie die door de valse verhalen van het systeem heen prikt. Die niet meegaat in het narratief dat vrouwen en mannen hetzelfde zijn. Men and women have completely different roles in society. We have completely different attributes, completely different advantages. We go through life in completely different ways. You can't compare us as an equal. Man en vrouw zijn niet hetzelfde, hebben wel dezelfde rechten, maar zijn wel 2 verschillende. En we moeten man man laten en vrouw vrouw als we dat gaan doorwisselen door elkaar, dan ga je botsingen krijgen. En dat is wat je niet wil. Tibor heeft een duidelijk idee over de vrouw, dat hij regelmatig deelt. En dat vindt gehoor bij de jongens die hem volgen. Bij steeds meer vrouwen die dus wedstrijdje mannetje spelen aan het doen zijn, nou, dan win je. Stel je, ten eerste, je gaat die wedstrijd niet winnen van mannen, maar stel je wint hem, dan heb je dus alles verloren. Tibor Olgers zegt ook van, dus mannelijke vrouwen, dat is een probleem. Misschien zegt hij daarmee van dat je toch niet alles moet slikken van vrouwen en dat je zelf goed moet oppassen met wat soort vrouw je omgaat en dat je zelf sterker moet maken en dominanter moet maken tegenover vrouwen.
Ik heb zelf een relatie gehad, persoonlijke ervaring met een... Met een ex die heel erg zelfstandig ook was. En ik vond het eigenlijk ook niet fijn werken. Ik merk ook dat het geen fijne dynamiek is om in te zitten als een vrouw te zelfstandig is. Maar helemaal niet zelfstandig vind ik ook niet goed. Want het is ook niet gezond. En een volgroeide vrouw kan zichzelf zeker dragen, maar ze kan zich ook laten dragen. Ja, dus de zelfstandigheid van de vrouw die echt aan het opkomen is, dat benoemt hij ook wel. Ja, wat mij heel erg aansprak bij Tibor bijvoorbeeld, is dat de man ook gewoon weer de zelfstandigheid moet terugpakken. Tegen vrouwen wordt gezegd, word zoals een man, ga carrière maken. Dus als je die drie zaken bij elkaar optelt, verwarde kids, zwakke vaders en harde, niet aanwezige moeders. Ja, dat is geen handige combinatie. Wat ziet hij dan als de oplossing eigenlijk voor dit probleem? Ik denk als oplossing misschien dat de vrouw minder zelfstandig wordt. Kan je voorstellen dat ik dat als vrouw best wel een probleem zou vinden? Want ik vind mijn zelfstandigheid en mijn gelijkwaardigheid daarin heel belangrijk. Maar dan voelt het als een aanval, maar dat is het misschien niet. Het is misschien een realisatie. One of the things that's appealing about these really old-fashioned views of men and women is they're really clear. They're really simple. This is what men are like, this is what women are like, this is what men do, this is what women do. That's nice and simple, right? Unfortunately, it's also completely unequal and completely outdated. The trouble is that drifts then into ideas of dominance and dependency. And like, in order for men to do well, they've got to be above women. Op dit moment, als je nu naar de manosfeer zou kijken, dan komt dat antifeministische of dat vrouwenvriendelijke er heel sterk naar boven. Over feminisme en gendergelijkheid gaan er volgens onderzoeker Katrien Jacobs complottheorieën rond in de manosfeer. In de complottheorieën wordt er ook heel sterk geageerd, bijvoorbeeld tegen de vervrouwelijking, de feminisatie van de cultuur. De Europese Unie faciliteert natuurlijk ook de gendertransitie die een einde moet maken aan traditionele man-vrouw verhoudingen, aan de traditionele familie. Dus onze maatschappij is ontwricht omdat er veel te veel aandacht wordt besteed aan zogezegd het feminisme of de minderheden. En dan gender speelt daar een heel grote rol in. Hè? Dus het idee dat het individu nu zijn of haar gender zou mogen kiezen of een gendertransitie zou kunnen ondergaan of een non-binaire identiteit zou mogen hebben, dat is voor hen heel erg gevaarlijk. Het is eigenlijk ook een aanval op het traditionele gezin. Het systeem doet zijn best om ons ook te ontkoppelen van ons gender en van gezin. Waardoor je dadelijk zoveel mensen hebt die in totale verwarring helemaal ontworteld zijn en daardoor dus ook makkelijker te controleren zijn. Onze kinderen op de basisschool die hebben geleerd dat er behalve een man en vrouw, dat er ook een gender queen is en een genderloosheid en androgyne mensen en trans mannen en trans vrouwen en two-spirits en panseksuelen. Houd toch alsjeblieft op met die gekkigheid. We are here! We are queer! We don't want no Nazis here! We are here! Hij praat altijd bij dit soort demo's, staat ze dan te filmen en dan gaat hij het op Facebook zetten van oh. Hij probeert het een beetje belachelijk te maken en dat soort dingen. En dan krijg je van oh, kijk wat een rare mensen, het is een beetje dat. Het is nog steeds gewoon een realiteit dat heel veel mensen, vooral LHBTI-mensen, gewoon niet over straat kunnen lopen. Er zijn best wel een paar mensen hier die hier tussen lopen die in de laatste half jaar gewoon aangevallen zijn op straat. Die gewoon voor zich worden getrapt, wat dan ook. Omdat ze gewoon over straat lopen met een vriendje of wat dan ook. En dat moet gewoon niet kunnen. Genderdiversiteit wordt ook besproken bij de dagen van Hard Times Unite Strong Men. Wat ook voorbij kwam was bijvoorbeeld de LHBTIQ+. Er werd toch wel een beetje lacherig over gedaan dat het allemaal een beetje belachelijk is. Een beetje gekkies. Of waarom ga je godsnaam mijn lichaam aanpassen? Dat is toch belachelijk? Daar werd zeker op die manier over gepraat. En dat vond ik wel te ver gaan. En ik denk dat de wereld inderdaad, iedereen daar buiten, die 98% redelijk de weg kwijt is. Maar jullie niet. Ze nemen natuurlijk de hele
ja, ook de coronatijd mee. Ze nemen het systeem, hoe het op dit moment is, mee. Het is eigenlijk de samenleving. Dat de samenleving op dit moment niet goed in elkaar zit. Of dat die überhaupt niet deugt. Scenario's worden vooral naar voren gebracht. Een China die invalt. Of weer een donkere tijd die eraan komt, misschien met corona. Dus dan ga je toch wel meer op een soort angst focussen. Als je een beetje angst probeert in te zaaien, dat ze daardoor misschien geneigd zijn om naar jouw verhaal te blijven luisteren. Ik denk dat dat de insteek is. Toch een samenleving creëren van mannen die, als de shit hits the fan, dat je een soort van eigen legertje creëert. En is dat nou ook wel een manier dan waarop die jongens zouden kunnen radicaliseren via zo'n Tibor of via zo'n Hard Times Unite Strongman event, waar ze dit soort informatie krijgen? Ik vrees van wel. Het discours geeft een uitleg en geeft een plaats aan niet-topleven die ze hebben en ervaren, en dat het dus reëel is, en geeft een frame van, en jij gaat nu sterk zijn. En dat gaat oplossen. Dus als je gelooft in dat beeld, kom je heel snel bij extreemrechtse groepen die je andere beelden daarbij zullen verbinden. De sterke man staat onder druk door links, door LGBTQ. Dus al die mensen die eigenlijk al jaren onderdrukt zijn, de migranten in onze samenleving, LGBTQ en zo verder, worden nu eigenlijk voorgesteld als de grote machthebbers die ervoor zorgen dat jij je slecht voelt en dat jij geen goed leven hebt. Dat is een recept om te radicaliseren. Het was een hele leuke dag, maar de overall message resoneert toch niet helemaal met wat waar ik naar op zoek ben. Sommige dingen die werden gezegd, die vind ik eigenlijk niet fijn. Daar ben ik het ook echt niet mee eens. If you want a problem to become a grievance, all you have to do is ignore it. And then the people who are struggling will listen to other people who are not ignoring it. And I encourage us all to just talk more about this, talk more about this. Because if we don't talk about it and we don't make the young men who are struggling feel like we see them as well, but we're going to carry on doing the stuff for women and girls, if they don't see us doing that, you doing that, they hear us doing that, they will find someone who is. We need to cut off their supply lines. We need to make him sound crazy when he says that. Hier in Noorwegen doen ze precies wat Reeves graag wil. Er is een speciale commissie in het leven geroepen om te onderzoeken waar mannen en jongens precies tegenaan lopen en wat oplossingen zouden kunnen zijn. We were appointed by the Norwegian government last year. And our job is to make a report on the equality situation for men in the whole society. What we find is that men are on the top of in society, have most power, most money, but they are also overrepresented on the bottom. Inequality is very essential there. Ook Camilla Stoltenberg zit in die commissie. Zij adviseert over oplossingen in het onderwijs. For example, you should look for interventions that are gender neutral in the sense that they are offered to both girls and boys. But they may serve boys more. I want to ask you, like, how do we build a society where being male and being masculine, with all the traits that addresses, feels positive? Let's not pathologize it. Let's start with that, right? Just neutral, just not have negative stereotypes in the media or terms. Like, toxic masculinity is a slur, I think. Right, and it's just used for everything now, right? And it's terribly ineffective. It doesn't bring men towards gender equality, pushes them away. So that's number one. Number two is, I think, I honestly believe that, particularly boys and young men, they believe their eyes more than their ears. But the most powerful antidote to, I think, some of the online misogynists who are saying this is how to be a man, is the teacher, the neighbor, the scout leader, the person, the man in your life. Being a man in various ways and just showing you, not telling you how to be. We should talk about it. We should normalize talking about it. And we should talk about
boys and girls, men and women, in the same way and follow the same kinds of principles for what kind of equality we want. And if we do that, I think it will become less polarized, less difficult, and we will be able to do something about it, which I think is urgent, in fact, because it takes a long time to balance some of the imbalances that have developed, for example, in schools and education over time. You're trying to talk about a positive vision of masculinity in a way that isn't zero sum and that relies on a submissive version of femininity. So we have to find a pro-social masculinity for a world of gender equality.